In een recente podcastaflevering van The Juice Show uit Yvonne Koldewijer haar verbazing over het hernieuwde daten tussen miljonair John Huiberts en Leontine Ruiters, ondanks eerdere geruchten dat hij haar te lui vond. Koldewijer beweert dat Ruiters niet voor 13 uur 's middags uit bed komt en baseert zich hierbij op een betrouwbare bron. De opmerking van Koldewijer over het late opstaan van Ruiters, tot zelfs 14 uur, wordt als verbazingwekkend bestempeld. Haar cosmopolitanoost Mark Koster geeft aan dat hij begrip kan opbrengen voor een keer uitslapen tot 11 uur, vooral na een avondje uit met een flinke kater. Echter, het idee dat iemand pas om 13 uur of zelfs later opstaat, vindt hij verschrikkelijk. Koldewijer suggereert dat mensen die weinig te doen hebben moeite hebben om de ochtenden productief door te brengen en dat de tijd dan langzaam voorbij lijkt te gaan. Mark vraagt zich af wat Ruiters dan doet als ze eindelijk uit bed is, of ze gewoon blijft slapen of een boek leest. Koldewijer merkt op dat Ruiters mogelijk haar levensstijl heeft aangepast vanwege de voorkeur van John Huiberts, die van actieve vrouwen houdt. Ze benadrukt dat hard werken de sleutel is tot succes en rijkdom, en dat lui zijn geen weg is naar rijkdom. Ze bevestigt dat ze uit eigen ervaring spreekt en grapt dat ze eerst keihard moet werken voordat ze kan ontspannen. Koldewijer reflecteert op het werkverleden van Ruiters en corrigeert zichzelf door te zeggen dat het assisteren bij televisiewerk ook een baan is. Ze speculeert vervolgens dat Ruiters mogelijk haar gedrag heeft veranderd of dat Huiberts simpelweg niet meer geeft om haar luiheid. Mark kiest voor de laatste optie en suggereert dat Huiberts denkt, het is zomer, lekker, prima. Koldewijer geeft aan dat ongeacht de reden, ze altijd het gevoel heeft van dus nu ineens weer wel en dat ze iemand wil die nooit meer weggaat. Ze geeft aan dat ze iemand is die alles of niets denkt en dat ze graag iemand heeft die denkt, Jezus, jou laat ik echt nooit meer gaan.